meeste harmonieorkesten hebben de naam van een heilige of een muziekterm als naam. Zo begon 125 jaar geleden ook de muziekvereniging van Culemborg als muziekkorps Crescendo. Maar begin vorige eeuw kreeg de harmonie een dirigent die de vereniging naar zulke grote hoogtes wist te brengen dat niemand die naam nog gebruikte. Iedereen had het over de muziek van Aafjes. En vlak na zijn plotselinge dood kreeg de harmonie dan ook zijn naam. Kon je op een leuke manier op een voetstuk zetten? En dan kon je op een leuke manier de waarheid zeggen. Arie van Dille zit al 80 jaar bij de harmonie en hij is het enige lid dat Aafjes nog gekend heeft. Zijn horen hing die 20 jaar geleden aan de wilgen, maar stiekem kan hij het nog best. Ja, ik ga graag ook beroepsmuzikant willen worden. Ja, daar hadden wij de middelen niet voor. Toch bracht de muziek hem naar plekken waar hij anders nooit was gekomen. Oh, we hebben zoveel interlands gespeeld in het Feyenoordstadion. We hebben gespeeld onder de Arc de Triomphe in Parijs. We hebben gemarcheerd op de Champs-Élysées. Toen was het nog niet zo druk. 125 jaar harmonie wordt gevierd met een fototentoonstelling in de kelder van het stadhuis van Culemborg. En wie zich, net als Arie, niet kan bedwingen, mag ook nog zelf aan de toeter. Maar denk wel aan de buren.